Je ziet in Nederland altijd hetzelfde tafereel. Hij voorop op een dikke 1000, 1100, 1200 en daarachter in haar kielzog het vrouwtje op haar 6,5, de veestrommetje. Is dit dan, want dit is de nieuwe 6,5, is dit dan een damesmotor? Doe even normaal. Nou, om dat even uit te zoeken, hebben we een echte Hollandse gezonde vent erop gezet. Ik dus. Wat is er allemaal nieuw aan de V-Strom 650 in deze XT-uitvoering? Nou, het eerste wat je ziet natuurlijk, de gele kleur. Wel retro in oorrode land. Hè? Weet je, eigenlijk als je echt stijl hebt, moet je een paars shirt aantrekken met Jan van Erp tegels. Dan ben je echt Gerrit Wolsink als toen. Of Roger de Koster, dat was ook zo'n kanon. In ieder geval, dus de kleur, de gouden wielen, spaakwielen. De spaakwielen zijn bedoeld dat hij wat lichter stuurt. En dat klopt ook wel, hij stuurt wat frisser en fruiter. Hoewel nog steeds ongelooflijk neutraal. In ieder geval, ze hebben de tankgedeelte en het zadelgedeelte hebben ze wat smaller gemaakt, zodat je dus ook met iets kortere benen nog aan de grond kan. Verder nieuw, het dashboard. Dat ziet er eindelijk tenminste fatsoenlijk uit nu. Bekend dashboard van de GSX-S-serie. Daar zit ook tractiecontrole op. Dat zie je trouwens ook op het dashboard. Tractiecontrole, je denkt van bij motoren onder de 100 pk is dat nuttig? Tuurlijk, ik bedoel, het begint nu nat te worden hier zo, het begint te regenen. Dus, weet je, het werkt altijd en het werkt ook goed trouwens. Verder uitlaat, die is lager gezet, zodat je nu de koffers tenminste gewoon dichter tegen de motor hebt. En niet achter elke Scania blijft hangen als je tussen de file doorgaat. Verder het blok, 2 pk erbij en over de hele linie is hij wat sterker, dus ook frisser gemaakt. Natuurlijk de bekende menuknop zit er ook op, is in verhouding, of tenminste met betrekking tot het dashboard. En verder zijn dit de belangrijkste dingen denk ik wel. Zo, dus dit is een damesmotor. Nou, niet dus. Helemaal niet. Ik bedoel, en wat is er mis met dames? Ook helemaal niks. Nou, in ieder geval, waarom is het geen damesmotor, als je dat al zo zou mogen noemen? Ik bedoel, deze heeft best wel body. En concurrenten, die worden toch steeds ranker gebouwd. Weet je wel, een beetje smal en dergelijke, ook in windbescherming. En dit is nog gewoon een potige knaap. En niet alleen dat. Je zit ook gewoon, als je er echt dus gewoon heerlijk op zit, dan voel je ook gewoon dat je massa onder je hebt. En dat merk je niet terug met sturen. Want hij gaat echt super neutraal. Dat is ongelooflijk. Heel, heel makkelijk. Het is net, met het sturen is het net hetzelfde als met het motorblok. Het lijkt net alsof Suzuki je motorfiets heeft gepakt en zo heeft gedompeld in een bad vol met koud geperste olijfolie. Het sturen gaat allemaal heel zwoel, heel netjes, heel kalm. En het blok, ik zei vorig jaar al dat de SV650, tijdens de SV650, dat het een van mijn favoriete motorblokken was. Het blok is echt zo poeslief, weet je. Het is heel kalm. En het leuke van deze is, als je hem zou vergelijken met concurrenten, met een staande twin motorblok, is dat als je bij de dealer komt en je zou ze allebei starten, volgens mij is dan denk ik al 75% van de mensen is al bereid om de keuze voor de staande twin te maken of voor deze. Deze loopt namelijk, als je hem start, dan is het echt broem, broem. Echt heel mooi, warm, bloedig, heel kalm en dergelijke. Terwijl de staande twin is echt vrt, vrt, vrt. Dat is eigenlijk al meer, ja, meer pikant, meer, ja, meer hitsig klinken die al gewoon. En dat moet je net liggen. Terwijl deze, alles wat deze motorfiets heeft, is een uitstraling van kalmte. Je zit heerlijk rustig, je stuurt en zwiert over de weg. Het motorblok is dus poeslief, echt een mega goede versnellingsbak. In alle toeren kun je rijden, je hoeft ook niet steeds te schakelen. Het gaat echt ongelooflijk goed. Punt is dan wel weer, van, is deze motorfiets die toch al zo goed was, is die nog op minpunten te betrappen? Echt wel een ingewikkeld verhaal. Ik bedoel, boven de 130, ja, dan gaat het stuur wat harder trillen. Ja, hoeveel mensen rijden boven de 130? Nou, hij haalt iets van 180, dus het kan wel. Ja, is een groot nadeel. De ruit is iets turbulent. Ja, weet je, ik heb wel gekeken dat als je lager gaat zitten of een beetje hoger gaat zitten, dan krijg je wel een andere soort van windbescherming en kun je die turbulenties een beetje ontwijken. Dus met die verstelling van de ruit, tenminste wat je handmatig moet doen, die verstelling van die ruit kun je wel gewoon een beetje
klungelen om het optimaal te maken. Ja, jeetje mina. En wat heel veel mensen ook altijd zeiden van, ja, hij is zo saai. Nou, saai is hij helemaal niet, deze motorfiets. Tenminste, vind ik niet. Gewoon, het is een kalme motorfiets die toch gewoon lekker pittig kan rijden. Lekker pittig. Oh ja, nog een ding trouwens. Die Tokiko voorremmen, die was ik bijna vergeten. Die Tokiko voorremmen, ja, weet je, het gevoel is toch nog wel wat ouderwets aan het worden. Een beetje houterig. Maar ja, als je dat dure remmen op zou gooien, ja, dan zou die niet 9,8 kosten, maar ik noem maar wat 10,2 mil aan euro's. Weet je, hoe gek wil je het maken? Nou, som toe, zoals ze in Frankrijk zeggen. Dit is, ja, het is gewoon super afgerond geheel. Ongelooflijk comfortabel. Hele fijne motor. En ja, weet je, ik zou er oud mee kunnen worden. Ja, ik notabene. Echt zo.